Het moment is daar. Ik ga het doek van mijn nieuwe auto eraf trekken. Was dit misschien wel de laatste check-out van mij op een metrostation? Ik weet het niet. Maar het voelde wel een beetje zo. Ik ga namelijk mijn eerste auto ophalen. En ja, ik kan natuurlijk wel met een auto heen gaan rijden. Maar dan kom je natuurlijk, ja, hoe ga je die dan? Hoe ga je twee auto's terugrijden? Dat kan niet. Ik kan altijd een auto lenen van mijn vader, van mijn moeder, van mijn zus. Er is altijd wel een auto beschikbaar. Dus daarom heb ik tot mijn 23ste nog nooit zelf een auto gehad. En er is nu iets op mijn pad gekomen, waardoor dat gaat veranderen. En ik ben er ontzettend dankbaar voor. Dus we gaan nu naar een autobedrijf toe. Let's go! Ik ben in Amsterdam. En ik ga naar Lexus. En Niek, waarom ben je nou bij Lexus? Omdat Lexus, die sponsorde de serie Misfit, waar ik in heb gespeeld. Dat gaan jullie allemaal zien in oktober als Misfit op Netflix komt. En daarin werden de acteurs elke dag vervoerd in Lexus auto's. En toen dacht ik echt van, dit zijn gewoon ziek lijpe waggies. Dus toen ben ik met ze in gesprek gegaan. En daar is iets moois uitgekomen. Daar is iets heel moois uitgekomen. Oké, we gaan naar binnen. Kijk, ik moet natuurlijk wel een mondkapje op. As always. Oh shit. Wow, yo. Wat zit hieronder? Zoals je kunt zien is er helemaal niemand hier. Behalve één iemand, die gaat een koffietje voor me zetten. En ik heb een afspraak met Toby. Toby van Hes, die werkt bij Lexus. En die heb ik leren kennen op de set van Misfit. Ik zie hier twee auto's onder een doek staan. En ik vind het echt heel spannend. Kijk, dit hoort bij Lexus. Dames en heren, maak kennis met Toby! Hallo allemaal! En hij is wel een stuk knapper zonder mondkapje. Ja, dus ja, ja. Maar alle dames die nu helemaal schrikken. Ja. Ja, helaas. Je moet het hiermee doen. We moeten het zo doen, inderdaad. Maar dat maakt niet uit. Nee. We maken er toch een feest van met mondkapje. Zeker. Ja, en die hebben ook nu even een kapje op nog. Ja, pyjama's noemen ze dat. Maar we gaan dit zo meteen even revealen. Toby? Yes. Het is gewoon tijd om te laten zien wat mijn nieuwe auto gaat worden. Ja, zullen we hem even uitpakken dan? Ja. Het moment is daar! Ik ga het doek van mijn nieuwe auto eraf trekken. Here we go! Jeetje, wat is die lijp, hé? En deze kleur ook van binnen, hoe lijp is dat? Oh, kijk dan die deurhendels. Hoe die eruit gaan. Zo vet. Denk je dat je hier wel aan kan wennen? Ja, zekers. Dit is dus de Lexus LC en in principe mijn nieuwe auto. Maar ik ga niet elke dag in deze auto rijden. Ik ga namelijk elke dag in deze auto rijden. Dit is ook een hele mooie auto. Maar dan denk je, huh, waarom heb je dan deze natuurlijk afgehaald? Er is namelijk iets nieuws. Dat heet Lexus One. En dat is een abonnement. Je kan een abonnement nemen op een auto. En niet op één auto, nee. Op elke auto die hier staat. En het mooie is dat je dus van auto kan wisselen. Wanneer jij dat wilt. Dus dan rij je bijvoorbeeld even een paar maanden in deze dikke bak. Daarna rij je even een paar maanden in die en in die. En ik ga beginnen met deze auto. Laten we gaan kijken hoe die eruit ziet. Het is ons jongste tellengaande familie. Het is de UX. Dat is al even een verklapper. Mm-hmm. Daar kun je lekker de hele dag 180 pk hybride, dus zuinig en snel mee rijden. Wil je een keer wat groter omdat je met vrienden of je vrienden in weg wil, dan hebben we de NX voor je staan. Wil je echt met de hele familie weg, kun je de RX meenemen uit de familie. En wil je toch een keer die zonnige zomerdag, dan kom je die halen. Ja, dat is echt gaaf. Dat is echt heel gaaf. Zullen we dit doek ook maar eventjes eraf halen? Want ik heb geen idee hoe die er precies uitziet. Ik weet wel hoe de UX eruit ziet. Maar ik weet niet wat er verder onder zit. Hij is wit. Ik zie het al. Wow. Dit wordt mijn daily auto, de Lexus UX 250h. F-Sport. F-Sport. Speciaal voor jou, de sportieve uitvoering. Heel vet.
Heel vet zo in het wit. Zullen we eventjes gaan zitten dan? Eigenlijk moet ik achter het stuur gaan zitten. Ja, het is jouw auto. Ja, dat voelt nog helemaal onwennig, omdat ik nog geen nooit een auto zelf heb gehad. Hey, speciale sportstoelen. F-Sport. Oh, dit is net vet. Net zoals bij de LC. Alcantara of niet? Wat ja, is dit? Leer Alcantara combinatie. Elektrische stoelen. Oh, automaat. Oh, yo. Elektrische stoelen, nou, dat vind ik helemaal mooi. Er zit stoelverwarming in. Stoelverwarming, ook. Ja. Kijk, hier zie je ook dat F-Sport logo staan. Ik zie zelfs dat hier ook een knopje zit voor stuurverwarming. Ja, klopt. Ook nog stuurverwarming. Had ik ook nog niet door. Bonus. Dat is echt chill. Dat is echt chill. Eigenlijk wil ik wel even een rondje gaan rijden. Prima. Ik ga maar even rijden. Ook dat deze grill helemaal in het zwart is, dat is ook een speciale uitvoering. Ja, qua instappen is het echt een hoge auto, dus dan ga je merken van lekker makkelijk in te stappen. Mm-hmm. En qua rijden is het echt gewoon een hatchback qua wegligging. Dat ja, precies. Merken. Ja, want nu denk je dan, nou, best een lage auto, maar als je dan zo... Ja, hij heeft ook alweer iets heel hoogs op een of andere manier. Het is echt een soort tussenauto. Het mooiste dus je kunt zien hoe laag de LC is. Is het ja. Ja, precies. Ja, die LC, jongens, dit is wel echt... Ja, dit is echt een droomauto. Dus dit is dus een optie die dus bij Lexus One erbij zit, als je dus Lexus One abonnement neemt. Dat is gewoon voor particulieren, dus inderdaad, als jij een abonnement afsluit, dan kan je dus om een paar maanden van auto wisselen. Via de app? Via de app. En dan kan je dus eventjes denken van, nou, ik rij voornamelijk in die Lexus UX. En ik wil even een nieuw meisje imponeren. Ik pak de LC. En ik ga met mijn familie of vrienden naar skivakantie. Dan pak ik deze enorme bak hier. Die ook echt fantastisch mooi is. Helemaal ook in deze kleur. En hier kun je gewoon met 7 stoelen ook in zitten, toch? Of niet? Hij is er met 7 stoelen. Hij is er met 5 stoelen. Dus net als ja. Of je veel bagageruimte wil. Of veel mensen meenemen. Ja. Dit is een 5 persoons. Zo, deze is ook wel heel mooi hoor. Dakraampje erin. Dit is toch fantastisch. Kijk eventjes in wat voor auto ik zit. En ik mag er gewoon in gaan rijden. Nou, de auto's zijn natuurlijk niet officieel van mij. Maar je hebt dus wel de vrijheid om eigenlijk in elke soort auto te rijden die je maar wilt. Dus van sportwagen tot mega SUV. Jeetje, nou, deze is wel echt uniek hoor. Hoe het ook hier allemaal in elkaar zit. Hoe het allemaal aanvoelt en zo. Het voelt echt super chill. Oh, wow. De stoel gaat ook helemaal naar voren als je hem aanzet. En het stuur ging naar beneden. Oké. Okay. Hij staat nog in P, hè? Ja. Guys, dit is de sleutel. Zo. Het is natuurlijk een cabrio. Dat betekent dat het dakje ook dicht kan. Dat gaan we even laten zien. Holy shit. Wow, yo. Het gaat best wel snel, dit. Ja, en tot 50 km per uur rijden, dus ook bij het stoplicht. Wauw. Nou, ik kwam hier dus binnen met een kopje koffie met het Lexus logo erop, maar de host vond hem niet heel goed gelukt. Dus ik moet hem even nog een keer van de filmen. Maar kijk eens jongens, je ziet hier het Lexus logo op de koffie staan. En inderdaad, deze is wel mooi gelukt. Nou, daar gaat hij. Toby zet hem even buiten voor mij. Want ik ga zo meteen met deze auto wegrijden. Kijk die achterkant. Nou, daar staat hij dan, buiten. In het licht. En Toby gaat me eventjes laten zien hoe alles precies werkt in de auto. Dus we gaan even een proefrit maken. Ik ben eventjes met Toby een rondje gaan rijden, wil ik het noemen. Zijn letterlijk de straat uitgegeven. Maar hij heeft even precies uitgelegd wat nou de bijzondere functies zijn. Zoals dat hij automatisch afstand houdt van de auto voor zich. En Apple CarPlay en zo. Je gaat het niet geloven, maar ik heb gelijk een interview over mijn eerste auto en mijn auto. En ik ben hier met Fons van Autoweek. Hij is fotograaf. Ik heb net een telefonisch interview gehad met iemand van de redactie. Over dus mijn eerste auto en wat voor auto het is, een droomauto, et cetera. Dus als het online komt, ga ik nog even laten weten. Bijna 300 personen zijn het jou voor zich gaan. Serieus? Ja. Hoe heet de rubriek dan? Autoleven. Autoleven van. We staan op de ene laatste pagina van de auto. Oké, okay. Nou, goed om te weten. Daar staat hij. Niks doen? Dat is Polaroid, hè? Nou, die foto's zijn echt vet geworden. Dus ik ga ze vast wel op mijn Instagram delen als het magazine Autoweek het gaat plaatsen. Want ik heb ze nu nog niet. Ik heb wel even snel op de camera gekeken. En die fotograaf was zo aardig. Die zei van ja, eerste ritje, zet je gewoon even de muziek uit. Dan kan je gewoon echt even genieten van je auto. En kijk uit, want de eerste ritjes zijn meestal het gevaarlijkst. Omdat je dan natuurlijk met nieuwe knopjes zo allemaal even gaat klooien. Dus rij heel voorzichtig, dus dat ga ik ook doen. Nou, daar zit ik dan, in mijn eerste auto. Ik vind het al helemaal fantastisch hoe snel zo'n raampje dicht gaat. Ben ik wel helemaal fantastisch. Ik heb net even in gereden, even met de muziek uit. Even gewoon
ja, je auto leren kennen, weet je wel. Er zit 200 pk in en dat voel je wel. Hij heeft echt een sportmodus, maar hij kan zo ook heel erg zuinig rijden. En ik vind die stoelen gewoon heel dik. Een F-Sport logo erin, Alcantara leer. Ik ben even naar huis gereden. Of nou ja, naar mijn moeders huis. En daar staat hij buiten te shinen. Hij is zo wit dat hij gewoon helemaal overbelicht is. Mam, wat vind je van mijn auto? Heel gaaf. Gaaf, hè? Ja, heel gaaf. En ik was vergeten dat ik vandaag op Nola moest passen. Ja, ons kindje. Dus ik was helemaal vergeten dat ik nog naar jou moest. Yeah. Sorry. En deze enorme doos is geleverd. Dus ik ga even checken wat hierin zit. Eén jasje. Maar de rest is gewoon, zijn gewoon opvulling met dozen of zo. Oh, kijk, wat leuk. Okay. Jij loopt een beetje diagonaal, of niet? Dit heb je dus als je nou ja, volgers online hebt, dan krijg je gewoon heel vaak random dingen toegestuurd naar je huis. Wat een soort regenjasje. Oh, dit is wel maar. Van Moose Knuckles is dit. Kijk maar. Mm, pack your dat is wel lijp. Moose. Nou, dankjewel Moose Knuckles voor deze jacka. Poh, wat ben ik hier blij mee. Wat ben ik hier ontzettend blij mee. Ik ga genieten van deze auto. Ik ga hem helemaal leren kennen. En jullie zullen hem dus voortaan altijd gaan zien in de video's. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Mazzel! Vergeet trouwens niet je belletje aan te zetten, want ik upload niet elke dag of elke week misschien soms. Hangt gewoon helemaal van mijn eigen planning af. Dus als jij je belletje aanzet, krijg jij een update wanneer er een video online komt. Handig!